heeft groot nieuws. Ja, ik ben geselecteerd voor het Rijksmuseum. Ik heb een schilderij ingeleverd over Rembrandt. En dat is geselecteerd. En wat was uw motivatie om dit werk in te sturen? Ik ben altijd dol geweest op Rembrandt. Ik was zijn grootste fan. Mijn eerste spreekbeurt op school was al over Rembrandt. Ik geloof een boek over Teun de Vries, wat ik ooit las. En ik wist ook dat ik mijn dochter Saskia zou noemen, zodra ik als ik een dochter zou krijgen ooit. En ja, ik ben altijd bijzonder gecharmeerd geweest van zijn werk. Nog niet eens het beginwerk, dat is puur vakmanschap ook natuurlijk. Maar vooral zijn latere werk. Zijn pastueuze, losse vlekjes waar hij al mee begonnen is in die tijd. Wat herkent u in zijn werk? Ik zie gewoon de liefde voor zijn vak. En hij is gewoon een grootmeester. De grootste, vind ik. En nu gaat uw werk, of hangt inmiddels in het Rijksmuseum. Bent u de enige? Nee, er waren ongeveer 8600 inzendingen en er zijn er 600 van over. En er zitten scholen bij, kindertjes die iets leuks gemaakt hebben over Rembrandt. Groepen, schildergroepen, maar ook mensen die met glas iets gemaakt hebben of met stof. Of geborduurd, er is van alles gemaakt. Maar ik heb zijn portret gemaakt, gewoon omdat ik in dat portret wat in Londen hangt, kan je al zijn emoties zien in zijn blik. En daarom heb ik het schilderij ook Ogenblik genoemd. Ogenblik. Over Ogenblik gesproken, hoe lang blijft het werk hangen? Het hangt van 15 juli tot 15 september. 15 juli is zijn geboortedag. Wat is er nu verteld over de reden van de selectie? Niets. U kreeg een mededeling of een brief over de post en daarin stond: u bent geselecteerd. Een mailtje. Ja, u bent geselecteerd. Ja. Twee selecties zijn er geweest. Vorige week vrijdag hoorde ik de definitieve. Het stond al in het Rijksmuseum, maar het kon nog alsnog dat je het op moest halen. Dank u wel. Alsjeblieft. Voorzitter, ik rond af. Ik hecht er waarde aan om te zeggen dat wij als bestuur in contact blijven met de RVC en directie. Afgelopen vrijdag hebben we een constructieve bespreking met elkaar gehad. Voordat het onderzoek dat nu loopt langs de colleges wordt geleid en aan de raden wordt voorgelegd, zullen we met de RVC en directie in gesprek treden. Met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Voorzitter, mag ik die later nog even, want ik weet wel dat hier nog redelijk belangrijk was, maar komt. Laat eerst even iemand anders. Maar geldt dat alleen voor Almelo of geldt dat voor de hele, voor de andere gemeentes net zo? Want de wethouder kan wel garanties geven van de gemeente Almelo, maar niet voor de rest van de gemeentes, denk ik. Wij hebben afspraken gemaakt. En wij zitten in die overgangsperiode die met ons is afgesproken om te komen tot de doorontwikkeling van die maatschappelijke onderneming. Daar hebben we tijd voor nodig. Het is een onderneming waar op dit moment 2100 mensen bemiddeld worden. Daar hebben we tijd voor nodig om zelfstandig te worden. In die tijd en in die tijd die we nodig hebben zijn wij ingehaald door de mededeling die out of the blue kwam vorig jaar in december van het dagelijks bestuur. Dat er een onderzoek zou gaan plaatsvinden naar het voorkeurscenario, de gemeente Almelo in de regierol en beperking tot de SW, dus beperking tot de wettelijke taken. Terwijl wij juist hardgrondig van mening zijn en hebben laten zien dat het succesvol is door geïntegreerd alle groepen van de participatiewet te bemiddelen naar werk. Is er sprake van een verschil van inzicht tussen de Raad van Commissarissen en het dagelijks bestuur van de SOWECO? Ja, een verschil van inzicht is er en dat heeft vooral te maken met het proces wat wij op dit moment, wat gevoerd wordt, het onderzoek van IROCO. Wij hadden gevraagd om het onderzoek veel breder te trekken dan de onderzoeksopdracht zoals die nu luidt.
En ja, daar heeft het dagelijks bestuur geen gehoor aan gegeven. En want zoals u weet is er een vervolgonderzoek van Euroco. En daar heeft nu het dagelijks bestuur van gezegd, wij geven jullie wel een betekenisvolle rol bij de afronding van dat onderzoek. Dus daar, hopelijk kunnen we daar dus onze, nou ja, zeg maar, de gelegenheid krijgen om iedereen goed te informeren over ons standpunt. En wij zien eigenlijk niet in waarom er nu dit onderzoek gestart moet worden, terwijl we nog in de periode zitten die we met elkaar hadden afgesproken om te bewijzen dat dit de goede route is. Bestaat. Wat zijn de eerstvolgende stappen in het dossier Soweco? Dat is nu afronden van het onderzoek door Euroco. Ons dan de gelegenheid geven om daar commentaar op te leveren. En dus goed luisteren naar wat wij daarvan vinden. En ook meewegen in de conclusie. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de feestelijke onthulling van het project De Gouden Leeuw. We staan hier vandaag bij het allereerste project waarvan we hebben gezegd we willen echt een stukje geschiedenis en cultuur willen we terughalen naar Almelo. En ik denk dat het redelijk en heel goed gelukt is zelfs. Ik vond het heel leuk om te doen, want je doet het niet zo vaak in Almelo. En ja, het is leuk om hier aan mee te werken. Dus de volgende keer kunnen we je weer bellen. Ja. Goed zo. Ik word hier heel erg blij van. Ik ben nu iets meer als een jaar wethouder en heel langzamerhand begin ik steeds meer gezichten te herkennen van de mensen die ik bij dit soort dingen tegenkom. En dan hebben we hele mooie muurgedichten en we hebben nou een hele mooie muurschildering en we hebben hele mooie schilderingen in een tunnel ook al. En wat ik hier mooi vind is dat geschiedenis, cultuur en jeugdwerk samenkomen. En dat dat samenkomt rond het initiatief van een aantal vrijwilligers en sponsoren die bereid zijn om dat samen te doen. En ik denk dat we zo Almelo steeds weer een beetje mooier kunnen maken door samen telkens iets toe te voegen. En het zijn misschien kleine stapjes, maar het zijn wel heel erg mooie stapjes. Dus ik vind het echt hartstikke mooi dat dit nu op deze plek wordt onthuld wordt. 1, 2, 3. Ja! Heb je dat zo kunnen realiseren? De daadwerkelijke muurschildering uiteindelijk met veel pijn en moeite. trial and error eigenlijk, veel proberen en uiteindelijk dan van een afstandje kijken of het goed lukt. We hebben dus inderdaad ook met de jongerenwerker Joris Vaanwijk samengewerkt en hij heeft ook een beetje het oog in het zeil gehouden of het allemaal wel ter proportie zeg maar erop kwam. Ik hoorde al jou zeggen van het is echt de eerste keer dat je van laag naar hoog een schilderij op een muur brengt. Vond je het spannend om dat te doen zo? Ik heb er niet te veel bij stilgestaan. En waarschijnlijk beter ook maar. Ik ben er gewoon voor gegaan. Ik heb tegen mezelf gezegd, kom wel goed. Gewoon erop zetten. Het is niet de eerste schildering die ik maak, wel de eerste die zo hoog is inderdaad. Maar door niet te veel bij stil te staan is het vanzelf goed gekomen. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, wij zijn benaderd door Centrum Almelo Actief, omdat wij bij de Schelvoortstunnel ook al een mooie schildering hebben gemaakt met 60 jeugdigen. Er waren ook al plannen om voor de Heraclestunnel ook een muurschildering te gaan maken. Daar zijn we ook druk mee bezig. Op een gegeven moment is mij gevraagd van kunnen jullie in de binnenstad ook nog een aantal mooie muurschilderingen maken. Die dan ook weer een stukje herleiden naar de geschiedenis van Almelo. Nou, dat hebben we gedaan. Een jaar geleden hebben we om tafel gezeten. En ben ik samen met Ernst Kok van Stichting Muurgedichten subsidies gaan aanvragen. Bij verschillende fondsen. Nou, toen we het geld bij elkaar hadden om te kunnen uitvoeren, toen hebben wij de jeugd uitgenodigd. En uiteindelijk is dit het resultaat geworden waar wij ontzettend trots op zijn. Heel erg mooi. En ik hoop dat er nog meer van die mooie schilderingen volgen. Wij zijn zeer positief gestemd en wij denken ook dat het goed gaat komen. Wij gaan nu weer verder met het aanvragen van nieuwe subsidies. Het volgende project is overigens de kerkengang. Dat is de gang naar het Wevershuisje, waar wij ook weer een stukje geschiedenis gaan vertellen. En ook weer uitvoering doen samen met de jeugd. Nou, waarom ik wil dat Almelo inderdaad thuisbasis wordt van het Nederlands jeugdschaakkampioenschap, is omdat hier in Twente eigenlijk nog te weinig aan jeugdschaken wordt gedaan relatief gezien met de rest van Nederland. Ik wil daarin graag het voortouw nemen, omdat ik zie gewoon dat er bijzonder veel talent hier rondloopt. En waarom zouden we dat talent aan ons voorbij laten gaan? Daarbij is het ook in het onderwijs bijzonder bevorderend voor een ontwikkeling van het kind. En dat kan allemaal bij elkaar leiden tot een goede ontwikkeling voor een kind ook.
De locatie die wij op het huidige moment op het oog hebben is het Theaterhotel. Eerder kwam ook de ISPA te sprake. En we willen heel graag heel veel contact zoeken met Almelo. En daarbij in het bijzonder dus de jeugd en het stadsleven. Mochten jullie nou verder nog informatie willen, dan kunnen jullie terecht op www.njsk.nl. Ik zie dat mevrouw Van Doorn en de heer Thiel en de heer Hummels en mevrouw Van der Ham een vraag hebben. Dank u wel, voorzitter. U vraagt een bijdrage van de gemeente en van de provincie. Heeft u enig idee wat de hoogte is van die bijdrage? Wat heeft u nodig? Ja, in totaal zou dat rond de 20.000 euro liggen. We hebben inmiddels al contact gehad met het sportbedrijf, wat natuurlijk de sportieve tak is vanuit de gemeente Almelo. Die hebben al een kleine bijdrage toe kunnen zeggen, maar dat is slechts 2.500 uit mijn hoofd. En we hebben inderdaad gewoon echt nog meer ondersteuning nodig vanuit de gemeente en zowel de provincie ook. U heeft tijdens het politiek beraad een warm pleidooi voor dit kampioenschap gehouden, maar u heeft ook om geld gevraagd. Dat klopt. De organisatie van het Nederlands Jeugdschaakkampioenschap heeft heel veel bijdrage nodig financieel gezien. Dat komt van zowel de gemeente als de provincie. Maar ook inderdaad van het bedrijfsleven bijvoorbeeld of vanuit het onderwijs. Eigenlijk zijn er heel veel geldstromen die wij willen aantrekken om inderdaad het mogelijk te kunnen maken om het Nederlands Jeugdschaakkampioenschap te kunnen organiseren. De bond wil de nodige toezeggingen, heb ik van u begrepen. Ja, de KNSB heeft inderdaad gevraagd om bepaalde garanties om inderdaad te kunnen accorderen voor het maken van een organisatie hiervan. Hoe schat u de kansen in voor Almelo? Ik schat de kansen eigenlijk vrij hoog, omdat er zijn heel veel organisaties inmiddels al afgehaakt, omdat zij het zowel financieel als organisatorisch niet rondkregen. En ik zie hele goede kansen hier in Almelo om het inderdaad hier te kunnen neerzetten. Dank u wel. Graag gedaan. We staan voor een hartstikke leuke zandbak. Die is van HMO. Wij zijn dit jaar 10 jaar oud geworden. Nou, om dat 10 jaar te vieren, hebben wij deze zandbak nu hier in Almelo neergezet. Nou, wij vinden het hartstikke leuk om het op deze manier te laten zien, omdat dit is wat je doet wat ons betreft om een stad leuker te maken. Maar je ziet eigenlijk dat er natuurlijk in Almelo hartstikke veel wordt gebouwd. En dat heeft maar één resultaat, namelijk dat de stad steeds leuker aan het worden is. De twee dames die daar staan met de viool gaan nu wat voor jullie spelen. Die gaan zaterdag ook spelen, want dan treden ze op in het Wilming Theater in Enschede. Dan spelen ze de voorstelling La Bohème. Dat doen ze samen met de Nationale Reisopera. En zij zijn van Jong Sinfonia Twente. We zijn volop aan het investeren in de binnenstad, maar daar zijn we nog niet klaar mee. En we hebben nog een aantal grote projecten en dat doen we samen met jullie. En daar zijn we ook heel blij mee dat de HMO Almelo kan helpen en samen met de provincie. Dus ik hoop dat we, als we die zandbak hier straks weg hebben, dat we ook meer duidelijkheid hebben over de verdere plannen die we gezamenlijk gaan ontwikkelen. En dat zal Almelo alleen maar goede dingen brengen. En dan zijn we geen zandkastelen aan het bouwen, maar hopelijk echte kastelen die Almelo verder helpen. En dan hoop ik dat tot die tijd de kinderen heel erg veel plezier hebben in deze zandbak. En dan moeten we volgens mij nu gewoon de kinderen laten spelen. En lekker de zandbak in. Er kan nog wel wat zand bij. Ja, nou, het werd ons aangeboden namens de HMO. Hè? En die in deze zandbak de komende maand allemaal leuke activiteiten organiseert. Onder andere met koning Koos van de Zandkastelen die workshops kon geven. Kinderen kunnen hier gesminkt worden. Allemaal om de mensen hier in de binnenstad te vermaken. En bouwwerken te laten maken. Om te zien dat het gewoon leuk is om te bouwen aan de binnenstad. Ja, en daar zijn we natuurlijk blij mee dat de HMO dat in het kader van haar 10-jarig bestaan doet. Ja. Doe een beetje van die. Ja. En dan doen we gewoon nog een. Better.
Dank jullie wel. Wij waren Funkool. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Heel veel plezier met elkaar geweest. Nummer 2 Island Swans, Christy Moore en Declan Sina. De Sint-Georgius-parochie te Almelo werd in 1299 opgericht toen de slotkapel bij de Waterburg in Almelo uit 1236 parochiekerk werd. De huidige neogotische Sint-Georgiuskerk is een rijksmonument en qua bouw een kruisbasiliek naar een ontwerp van Wolter Tariele uit Deventer. De kerk werd tussen 1900 en 1902 gebouwd en heeft een 72 meter hoge toren met een groot carillon. Uniek in de regio is het middeleeuwse doopvont uit de 14e eeuw dat nog afkomstig is uit de oude kerk aan het Kerkplein. In 2009 kreeg de kerk van Paus Benedictus de eretitel Basilica Minor. En in de volksmond staat de kerk als de Schors bekend. Aan het interieur werkten de meest bekende kunstenaars van die tijd. Het hoogaltaar, het Maria-altaar en enkele beelden zijn van het atelier F.W. Mengelberg. In 2018 werd de 4 meter hoge torenspits gerestaureerd. In de kerk worden naast de katholieke diensten ook concerten gegeven.